Oh mijn god, hier zit gewoon een volledig gearsetje in, speciaal voor mij, gewoon op maat gemaakt en al. Wauw. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games of The Blitz Survivor Games. We gaan zo meteen de game in, maar ik wil jullie toch eventjes een update mededelen over Hypixel die erg nice is geworden. Zoals jullie wellicht weten is dit de nieuwe lobby. De een vindt het wel mooi, de ander vindt het niet mooi. Ik moet er toch een beetje aan wennen, misschien vind ik het uiteindelijk wel mooi, ik heb geen flauw idee. Ik kom hier toch alleen maar om de game te spelen. En ik wil in speciaal even Lucine van Erk bedanken, aangezien ik het dankzij hem of haar ben achtergekomen hoe het werkt. Aangezien ik dacht van, hé, bloed kan niet uit, ik heb /bloed getypt. Dat ging op die manier niet uit. Hij zei, je moet naar je hoofdje gaan in de Swan en dan naar het Redstone Repeater. En dan eigenlijk ook een soort van settings en visibility. En dit is eigenlijk iets wat eigenlijk voor iedereen heel handig is, daarom laat ik het ook even in de video zien. Dit is eigenlijk gewoon je extra opties in de game zelf van Hypixel. Wat kan je hier allemaal doen? Je kan die player visibility aan of uitzetten. Heel simpel, dan klik je erop en nog een keer en het staat weer aan. Het is echt heel simpel. Pets visibility, je hebt hier auto pet spanner. Als je in ieder geval de lobby in komt, wordt automatisch je pet gespannen. Nou, ik heb er geen eens, dus heb ik lekker uitstaan. Bloed en gore, dus in ieder geval het bloed in de game. Simpel gewoon uitklikken. Jet visibility staat gewoon aan. Lobby speed staat gewoon aan. Wat heb ik uitstaan? Chat alert heb ik uitstaan. Ik heb guild request heb ik uitstaan. Ik heb party request uitstaan. En ik heb friend request uitstaan. Maar zo kan je gewoon heel rustig lekker je spelen in Hypixel nu. En ik vind het echt een hele chill update. En mensen, ik zie jullie natuurlijk in de game. Yo kijkers, daar ben ik dan in de map. En Toran, iets in die richting. Wacht, ik heb het hier getypt, wat de fuck map. En Toran. Ja, in ieder geval de map en Toran. In ieder geval een van die nieuwe maps waar je met 16 man in kan. Ga kijken natuurlijk of we hier kunnen winnen. Ik ben erg benieuwd. Misschien worden we eerste, misschien worden we laatste, misschien worden we tweede. Nee, daar neem ik geen genoegen mee. Ik moet vandaag weer een keer eerste worden. Want ik wil gewoon lekker die coins binnenslepen. Ik wil natuurlijk ook gewoon kids upgraden. Mensen, natuurlijk allemaal hartstikke bedankt voor alle reacties en likes die jullie hebben achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn van, hé, zou Duffy op mij hebben gereageerd? Check dan eventjes de vorige video. Dan kom je daar heel erg snel achter. En als je natuurlijk dan toch bezig bent, klik dan vast deze video een like aan. Bijvoorbeeld danken. En ik ga natuurlijk mijn best doen om te kunnen winnen natuurlijk. Aan de gear gaat het in dit geval nog niet liggen. Ik heb goede gear gekregen uit de kisten. Of goede gear. Ja, een broek is er altijd fijn. Als jullie wel zien hoe we verder gaan. Mag ik deze kist openen? Ja, thank you. Ik heb niet echt iets boeiends staat er in die kist. Maar weet je, je moet er toch genoegen mee nemen. Ga ik mezelf dead trap als ik het huis in ga? Ik heb geen flauw idee. Dat kan natuurlijk maar zo dat dan ik iemand achter je... Oh, oké. Dan ga ik dat huis toch niet in? Ik denk, ik mag even de trap op naar boven, maar waarschijnlijk zijn ze vieze dingen bovenaan doen, want ik mag niet naartoe. Oké, Hypixel, oké. Nou goed, neem ik toch lekker een body hier. Hoppatee. Ik zag ook nog vis hier zitten, die moet ik eigenlijk ook even meenemen, want het is toch weer extra eten. Aangezien ik bij mijn wolvenkit zelf geen eten krijg, moet ik natuurlijk wel een beetje voor eten zorgen voor mezelf. Ik vind hier een soort van gek kamp, ben ik nog nooit geweest, maar hé, eens moet de eerste keer zijn. Oké, we gaan nou mijn kit krijgen, dan moet ik eventjes mijn spullen aanpassen als het ware. Zo. Tik, tik, tik. Hop. En zo. Oké, wolf even inspannen. En dan ben ik ready voor een fight, denk ik dan maar zo. Ik heb bijna een volledig armor setje, ik mis alleen een helm. Op zich ook best wel bizar, dat je gewoon je gear al helemaal ready hebt, maar je mist nog gewoon een helm. Oh, dat gebeurt eigenlijk ook haast nooit bij mij. Ik heb meestal gewoon schoenen, helm en that's it, maar... Oh, klik ik nou gewoon mijn axe erin? Oké, kan gewoon. Ik moet zeggen, ik vind veel kisten, alleen de kisten zijn niet OP. En bedoel ik mee, niet echt dat je denkt van, yo, dit zit erin, wow, dat zit erin, weet je. Het is allemaal zo van, oké, leuk dat het er is, maar het is niet echt iets wat ik nodig heb. Over deze vent, heeft die wel dingen wat ik kan gebruiken? Oh, deze vent moet zich zo kloten voelen nu. Want hij had me een partij mooie loot, maar dankjewel. Even kijken, een betere broek, we hebben ook een helm gekregen. Waarschijnlijk kan je dus dan wel naar boven in dat huis. Maar weet ik dat, ben ik gewoon fout gegaan of moet je misschien die trap opspringen of zo. Ik heb geen flauw idee. Maar ja, aan de andere kant... Boeiend, we hebben een kill, daar gaat het natuurlijk ook om. En wij gaan gewoon lekker door. Kijk of we natuurlijk nog meer kills kunnen maken. Jij hebt best wel veel pijn. Is nog meer iemand met pijn? Dus even zo, krijg ik ook tenminste een level. Dan, oh, ik krijg niet eens een level. Oké, nou dan niet, dan gaan we rustig door. Er zit iemand beneden daar, dat zie ik al. Dus wij gaan, denk ik, naar beneden. Ja, hij moet hier ergens uitkomen natuurlijk. Hij moet hier ergens eruit komen, uit de grot, toch? Of is dat niet hier? Dat is hier, kijk aan. Met je gekke skin. Hoppatee, man down. Dankjewel voor je gold body. Oeh. Oh. Oh nee. komt net zo'n gewone speler, die kan iedereen oprapen. Er ligt hier zoveel goede loot. Nou, daar hoop ik natuurlijk ook dat die gewone speler dan maar gaat winnen. Hij is er ook een GG, want ja, het was een mooie match. Maar dit was gewoon weer net één iemand kwam net te veel aan en die raapt lekker alle kills plus loot op. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Kettle Drive. Duffy, je weet de naam gewoon. Tuurlijk. Ik ging dat voordat de game ging joinen, ging ik snel opzij kijken. Want in dat nieuwe lobbystem natuurlijk staat daar rechts aan de map. En dan zag ik, oh ja, Kettle Drive. Dus vandaar dat ik de map weet. Ik weet het nog steeds niet uit mijn hoofd. Maar maakt helemaal niet uit. In ieder geval Kettle Drive. Ik ging hier natuurlijk nu mijn best om verder te komen. Weet je, net gingen we gewoon dood door onmacht. Weet je, daar konden wij niks aan doen. Ik wou nog wel wegrennen, maar ja, diegene die kwam gewoon naar beneden. Boem, meteen een crit op je en dan, ja. Daar ben je gewoon dood. Zo gaan die dingen. Maar goed, nieuwe map, nieuwe kansen. Let's freaking go. Oké, dat... Ja... Ja, je mag me best slaan, maar als ik dus nog goede loot heb, dan... Ja, nee, is wel goede loot. En ook zoiets van, hé, doe maar lekker. Hé, kom hier. Kom hier praten. Hé. De mensen die dan gewoon rustig gaan looten. Ja, ik ga nu wel wegrennen, want... Niet omdat er iemand achter me zit met een wooden axe. Waarom ben ik zo slow in één keer? What the fuck? Maar het is omdat ik gewoon wil looten, weet je. Ik wil gewoon loot hebben. Alsof ik het niet dacht. Alsof ik het niet dacht. Iemand met een wooden axe die dacht van even van, ja, ik ga hem ramboriseren. Denk het niet, man. You got wrecked. Oké dan. En moet ik zeggen, toen ik die vent achter me aanzag. En dan bedoel ik gewoon wat hij aan heeft en hoe die vecht. Heb ik als iets van, oké, leuk dat je het probeert, maar het gaat je toch niet lukken. Weet je, ik denk dat iedereen die wat meer Hunger Games speelt, het wel kent. Dat je sommige mensen ziet en dan denk je van, ja, van jou win ik gewoon. Weet je, als je nog van hem verliest, dan ben je heel erg noob gewoon. Maar deze vent, hij straalde niet eruit van, oké, ik ga winnen of wat dan ook. Ook hoe die bewoog en zo, weet je, heel langzaam, heel rustig. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, wat probeer je? Maar goed, iedereen mag natuurlijk proberen wat ze willen in de Hunger Games. De Hunger Games is voor iedereen. Wacht, doe ik lekker deze helm op, die is mooier. Oké, zo. Bottle of O'Janning, pats. We hebben ook alweer een level, nice. Dan hebben wij hier onze blazers. Zo, hop. Oké dan. Hier nog dit, niet echt iets heel boeiends, maar we nemen het gewoon mee. Dankjewel, 2 blazers erbij. Oh, kijk aan, een broek. Yes, hoppakee. Goed, volledig allemaal setjes binnen. We zouden nog wel een betere helm op zich kunnen pakken. Misschien nog wat in deze kist doen. Voor mij heb ik die net in de andere kist trouwens laten zitten, een gouden helm. Maar ja, aan de andere kant, ach, hier vinden we ons nog eentje. Oh, ik kan hem zelfs in mijn info. Oké, mooi zo. Goed, gaan wij naar beneden toe. Ik flikker nog even deze bottle op de grond, want ja, leuk om bottles kapot te maken. Oké, we hebben 1 kill, leven nog 7 mensen. Tijd voor kills. Oh, hier is ook nog een kist. Je moet toch, weet je, je moet toch altijd even in die kist kijken van... Misschien zit er wel een iron body in. Weet je, of chainmail leggings. Want het kan altijd nog beter. We hebben hier iemand. Hallo. Ja, ren jij maar eens even weg, jongen. Zo, die neemt gewoon heel veel damage. Waarom zou je dat doen? Kijk, dat je bang bent dat iemand dacht, ja, zit oké. Maar dan nog snap ik niet waarom zou je zo expres heel veel damage gaan tekenen. Maar goed. Ik ga gewoon rustig en Chanto, jongens. Doe jullie maar lekker je ding. Smite 1. Oh man. Ik had minimaal toch echt grote sharpness, maar het mocht niet baten. Deze gaat het water weer in. Zie? Ik wist het van ja, tuurlijk. In dit geval moet ik hem toegeven, dat is slim, want hij heeft natuurlijk fire. Ik zit met fire achter zo iemand aan en dan kom je er gewoon heel makkelijk uit. Terwijl hier ook iemand zit met zijn pickaxe. En dit kan ik wel eens gaan verliezen, want dit kan nog wel eens lastig gaan worden. Maar goed, weet je, ik ben Duffy en ik ga niet zomaar opgeven. Oh, are you kidding me? Oké, er komt nu... Ja, nu wil die vent wel vechten, hè? Denk het niet, man. Denk het freaking niet. Dat vind ik altijd zo grappig aan van die mensen. Die hebben dan zoiets van... Ja, oh nee, wacht, hij heeft zulke keer. Ik ga niet met hem vechten. Maar zodra je een kill gemaakt en low bent... Hé, wil je met me vechten? Denk het niet, man. Denk het niet. Dan ben ik gewoon weg. Want ik heb goede loot in mijn inf, dat weet ik nu. Maar ik kan het gewoon nu even niet aantrekken. Want er zit iemand gewoon achter me aan als een rebel. Maar maakt mij helemaal niet uit. Wij gaan hier lekker het huis in. Want wij kunnen hier namelijk soms ook een dak op. En dat weet ik toevallig. Wat dat betreft zijn we hier een stuk veiliger. Oké. We zitten hier nu op dit moment wel veilig. Goed, we kunnen een helmpje aandoen. We hebben weer een pickaxe met sharpness. We hebben ook nog een stone sword, maar ik heb op het moment geen level. Dus even kijken, deze is 25 meter. Dan gaan we die zeker wel eventjes gebruiken. En verder, ik kan iron boots aantrekken omdat het er leuker uitziet. Maar voor de rest kan ik verder helemaal niks. Maakt op zich helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker naar beneden toe. En we hebben inmiddels weer HP. We hebben een goede gear aan, dus I'm ready. I'm ready, my man. Hierna rent hij weer weg. Dit is hetzelfde vent, die leeft ook nog steeds voor mij, niet? Mij wel. Maar leeft deze man nog steeds. En hij is nog steeds durft niet te vechten. Of nou, hij durft te vechten wanneer ik zeg maar low ben. Maar wanneer ik full AP heb, heeft hij zoiets van... Oh nee, laat me zitten. Oké, durf je nog niet, jongen. Oké, durf je nog niet. Wij gaan gewoon vechten. Hé, wij gaan vechten. Kom hier, kom hier. Oh, wat een man met ballen zeg. Hij gaat gewoon even rustig achter zich kijken van... Hé, zit nog iemand achter me aan? Wat een man met ballen zeg. Oké, hij rent expres naar mensen toe waarschijnlijk. Deze keer op Red Dragon Kid ofzo. Het is gewoon een speler. Wat de hoek. Hè? Oh nee, wacht. Het is een via MVP die kan gewoon een speler kilden. Goed. I have to go. Hoeveel AP is zo'n beest? What the freaking... Yeah, right. Hoe kan deze vent mij nou in één keer zo snel hitten? Hè? Ben ik nou zo'n noob of... Nou, ga eens even met hem vechten dan. Doe maar. Oké, nou ja, waarschijnlijk ben ik heel noob. Het is A Link 49, echt ontiegelijk sterk. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, de map Egypte, oftewel gewoon Egypte. Kijken of we dan hier kunnen winnen. We komen steeds, ja, ik wil zeggen ver, maar daar valt op zich ook wel weer mee. We doen ons best, maar het lukt gewoon niet. Ik denk dat ik daarvan op moet houden. We doen ons best, maar het lukt gewoon niet. En soms heb je van die dagen dat je de Hunger Games speelt. Of sowieso heb je wat met andere dingen. Of zo'n keer op school, weet je wel. Dan zit je op school waar je normaal nergens problemen hebt met een toets of wat dan ook. En dan als je dan in één keer op een bepaalde dag heb je in één keer met alles problemen. Nou, ik heb gewoon vandaag met de Hunger Games, ik weet niet. Ik kom gewoon niet ver genoeg om te kunnen winnen. En dat is vervelend, want ik wil wel gewoon winnen. Maar ja, dat is vrij logisch, want iedereen wil denk ik winnen. Weet je, je speelt er wel de game omdat je het leuk vindt, omdat je hier gewoon fun erin hebt. Maar uiteindelijk, als je heel veel kills hebt gemaakt, dan uiteindelijk wil je toch ook gewoon die win hebben. Maar goed, weet je, oh shit, kom hier. Ja, moeten we hopen of het nog gaat lukken vandaag. Ik ben erg benieuwd. Ik was zo overhyped over heel die nieuwe updates en zo, maar dit is allemaal een beetje een tegenslag. Oh, dit is zo vervelend. Nee hoor, zo ben ik ook weer niet. Dus het is niet lukt het niet. Nee, ik kan er ook niet van maken, klaar. Maar goed, wij gaan gewoon rustig door. Oh mijn god, hier zit gewoon een volledig gearsetje in. Speciaal voor mij, gewoon op maat gemaakt en al. Wauw. Dankjewel Hypixel. Dank je freaking wel. Oh yeah. Zit hier mensen? Hier zitten mensen, kijk aan. Dank je freaking wel Hypixel. Oh, ik hou van je. Yes, oké, dat is één kill. Oké, nou door en door en go, 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 Duffy, go, 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 go. Heeft hij een kill of niet? Nee, ik heb de kill toch? Ja, hoe is hij dan nog zo snel? Haha, hij had ook creeper kid. Lolle, dat betekent dat ik mijn iron bodies kan samenvoegen, right? Ja. En dan kan ik... Oké, ik werd even van twee kanten aangevallen. Aha, dat was het dus. Ik zat er te kijken van, hè, waarom word ik nou eerst naar voren geschoten, dan weer naar achter geschoten. Maar dan kwam zo dat twee mensen op me aan het schieten waren. Nou ja, goed, dat mag. Als ik je dan wel mag killen, vind ik alles best. Hoppatee. Oké, wat wij nu gaan doen is wegrennen. Ik weet dat er net gear op de grond lag, mensen. No worries. Ik weet dat er lag een gold body, lag een gold leggings. Maar ik kon er gewoon niks tegen doen. Klaar. Ik kon dat gewoon niet meenemen. Deze fans ook irritant. Hoe heet het om mij te schieten en dan gewoon niks doen? Hier ook weer één. Oké, die is nu tenminste ook down. Goed zo. Oké, we hebben inmiddels twee levels. Dat betekent Stone Sword en Iron Body technisch gezien enchanten. Gaat het lukken op dit moment? Ik denk het wel, aangezien ze allemaal wegrennen. Mooi zo, goed. Oké, die is geenchant. Doe ik even deze body aan. Gewoon... Oh, nee, niet weggooien, Duffy. Kom op. Protection erop, hoppatee. Wat het nu lijkt natuurlijk alsof er blast protection op zit. Zit natuurlijk helemaal niet op, maar dat hoeft hun allemaal niet te weten. Haha. Oké, maar kompas wijst in één keer hier naar achter toe. Dus dat betekent dat hier iemand dichterbij zit. De spullen liggen ook nog gewoon op de grond ook. Oké, snel er doorheen. Snel, snel, snel. Niemand anders het heeft. Hoi. Oké, hij heeft bottles, hij heeft bottles, hij heeft bottles. Oké, hij is down, hij is down, hij is down. Golden apple ligt hier en een diamond helm. Golden apple en diamond helm. Golden apple, diamond helm. I need that one. Golden apple, diamond helm. Kom op. Even maar golden apples. Diamond helm is hier en de golden apple. Oké. Er ligt ook nog een pickaxe. Ik heb leggings op de grond geflikkerd. Maar goed, ik heb al leggings. Dus ik neem voor lief dat het op de grond blijft liggen. Oh my god. Oké, dan. Wij gaan op het moment erg oké, moet ik zeggen. Ik zie hier ook... Ik zie daar iemand, maar ik werd ook aangevallen door iets. Of in ieder geval werd een pijl op me geschoten, maar goed. Kijken of we deze vent kunnen killen. Ja, dat kon. Oké, wacht. Ik ga hier gewoon TNT opleggen. Gaat tenminste al deze troep weg. Hoppakee. Nou, het grootste gedeelte van de troep is denk ik weg. Ik wil hier nog wel even snel deze spullen oppakken. Want ik wil natuurlijk niet dat iemand hier een OP helmpje kan pakken of wat dan ook zo. Oké, ik vind het goed zo. We hebben 3 levels. Ik kan nog veel meer enchanten. Er leven nog 5 mensen, dus wat dat betreft... Oeh... Dankjewel. Nog een kill erbij. Oké, ik zie de volgende alweer aankomen. Maar ik moet eigenlijk wel eerst even snel deze Iron Body hier vandaan toveren. Wat denk je nou, jongen? Dat je gewoon die loot kan jatten? Kom nou. We hebben inmiddels 8 levels, mensen. We hebben inmiddels 8 freaking levels. We gaan echt zo ontiegelijk lekker nu. Alleen, ik heb gewoon zo ontiegelijk veel loot hier. Wacht even, laten we dit gewoon even op. Er zit een Iron Body bij namelijk. En chain leggings. Ik weet dus beter dan wat ik zelf heb, maar goed. Soms moet je ook keuzes maken. En het is nu op dit moment zo ontiegelijk veel loot. Dat ik gewoon eventjes de boel moet opblazen, mensen. I'm sorry. Nu gewoon level 5 enchant op. Of voor de fun. We doen hier gewoon 1 op. Oké dan. Niet fantastisch, maar eetje boeiend. We hebben zoveel goede gear nu, we hebben al zoveel kills. Of nee, zo, ja, nou ja, 9 kills is gewoon veel. Niet eens over te lullen, het is gewoon veel. Dat ook nog even weg. En we kunnen niet nog iemand hitten, want zij zit hier en... Nee, dat ga ik niet meer redden. Oké, nou maakt op zich helemaal niet uit. Maakt op zich helemaal niet uit. Wat hebben we hier? We hebben hier een... Oké, redelijk, redelijk. Kom maar hier, kom maar hier, kom maar hier. En boom! GG, yes! Vandaag toch nog een win kunnen halen op de map Egypt. 11 kills. Zeker niet verkeerd, hacker. Oké, een MVP plus noemt me hacker. Totaal 1247 coins. Heerlijk. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet nou alsjeblieft niet om een like aan te klikken. Vergeet niet om op abonneren te klikken. Daar lijkt wat in de reacties achter. En ik zie jullie natuurlijk de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van de Hunger Games. Later mensen.